Ik ben Katrien Vreeke, ik ben korporaal hier en werk ondertussen 10 jaar voor de brandweer van Brussel. Dus ik ben eerst topsporter judo geweest en daarna heb ik nog 2 jaar gewerkt bij de Decathlon als afdelingsmanager. Maar dat commerciële, dat lag mij niet zo goed en dan ben ik gaan zoeken wat ik graag wou doen. Ik wou absoluut iets actief doen, iets wat afwisselend, iets waar je het verschil mee kunt maken en zo ben ik bij de brandweer uitgekomen. We hebben het medische aspect, we hebben een ziekenwagendienst, we hebben ook heel veel technische interventies, dus het is zeker niet alleen maar brand. Ik zit bijvoorbeeld ook in het klimteam, waar we evacuaties doen, mensen op hoogte evacueren in diepte of in moeilijke omstandigheden. Dus het is heel afwisselend en de variatie aan interventies zorgt ervoor dat je heel je carrière kunt blijven bijleren. Dus dat is eigenlijk het leukste eraan.